Lieve Capriccio, hier weer eens een teken van leven van je vader. Hoe gaat het nou met je? En gaat het met je moeder ook goed? Wil je niet nog eens vragen of ik je af en toe een weekendje mag zien? De mensen van de opvang hier hebben beloofd een goed woordje voor me te doen. En misschien kunnen we dan wel tot een omgangsregeling komen. Maar van mij wil ze dat toch niet aannemen. Dus als jij er nou eens lief aankijkt en zegt dat je je papi heel erg mist, wie weet. Maar goed, met mij gaat het wel goed. Afgezien dan van wat zich het afgelopen jaar allemaal heeft afgespeeld. Maar dat zul jij ook wel allemaal gevolgd hebben op het jeugdjournaal. Het lijkt verdomme wel alsof de hele wereld op zijn kop gezet is. Alles wat recht was, is krom. En alles wat krom was, deugt ook opeens niet meer. Maar ja, tegen wie heb ik het eigenlijk? Want ik hoorde van tante Dini dat je heel erg veel last hebt gehad van de ouders van je vriendje Yusuf. Is het echt waar dat hij niet meer met je mag omgaan? Hij was toch zeker altijd je beste vriend? Maar omdat jij de laatste tijd ook vriend bent met David, mag dat opeens niet meer, zei tante Dini. Maar daar kan jij toch verdomme niks aan doen? Dat de ouders van Yusuf en David er zo over denken. Nou ben jij ineens het kind van de rekening. Nou jongen, als ik daar geweest was, dan had ik allebei die ouders alle hoeken van de kamer laten zien. Zijn ze nou helemaal besodemieterd? Ik zit dan wel hier en jij daar. Maar ze moeten met hun poten van jou afblijven. Anders bel je maar gewoon 777-3432. Dat is het nummer van tante Dini. Ikzelf heb een telefoonverbod gekregen van de opvang, omdat ze zeiden dat het nogal in de papieren ging lopen. Maar tante Dini belt dan wel weer met de opvang. En dan weten ze me daar wel weer te vinden. En dan kom ik meteen langs. Of je moeder dat nou goed vindt of niet. Maar goed, soms vraag ik me wel eens af of jij wel precies begrijpt waar het naartoe gaat met de wereld. Het wordt er allemaal niet rooskleuriger op. Ken jij het verhaal van die man die een pakje sigaretten ging halen? Die man zei tegen zijn vrouw dat hij even naar buiten moest voor sigaretten. En toen hij eenmaal de deur achter zich had dichtgeslagen, werd hij bevangen door een immens gevoel van rust. Hij zag ineens voorbij dat pakje sigaretten een oneindige zee van mogelijkheden. In plaats van het idee dat hij na dat pakje sigaretten weer terug naar huis moest, dacht hij: ik kan ook de andere kant op lopen. En wat ligt daar niet een keur van nieuwe ervaringen in het verschiet? Nou ja, je raadt het al. Die man, die was ik. En al ben ik dan uiteindelijk beland in de opvang, dat moment dat ik die deur achter me dichtgeslagen had, dat gevoel dat de wereld aan mijn voeten lag, dat vergeet ik nooit meer. En daar denk ik nog steeds wel eens aan als ik het moeilijk heb. En dat helpt me er dan weer overheen. Ik bedoel maar te zeggen, lieve jongen, je moet de moed niet opgeven. Deze wereld is heus nog wel waard om geleefd te worden. Jij bent toch nog jong. Jij moet nog door zoveel heen. Wat heeft het nou voor nut om dat bij voorbaat allemaal in de waagschaal te gaan stellen?
Je mag best weten dat ik soms wel kan janken als ik denk aan de ellende waar jouw onschuldig, pure kinderziel heden ten dagen aan blootgesteld wordt. Soms denk ik wel eens serieus dat je moeder en ik er beter aan gedaan hadden om je niet op de wereld te zetten. Maar ja, dat is nou te laat. We kunnen geen van allen meer terug. Je moeder niet, ik niet en jij ook niet. En daarom moeten we verder. Maar niet tegen de klippen op. Oh nee, lieve jongen. Niet tegen de klippen op. Gewoon met een open vizier en een hart vol liefde. Want liefde, mijn jongen, is het enige wat deze wereld nog redden kan. Ik hou alvast van jou. En dat is één. En jij houdt, ondanks wat je moeder beweert, van mij. En dat is twee. En jij houdt ook, op jouw manier, van Yusuf en David. En dat is drie. Begrijp je waar ik heen wil, lieverd van me? Ik weet niet waar het allemaal eindigen zal. Of waar we op afstevenen met z'n allen, dat weet niemand. Maar een begin maken met liefde. Dat kunnen we allemaal. Ieder op zijn eigen manier. Als we maar willen. Nou, dat was wel weer genoeg prietpraat voor één brief. Vraag je het nog even aan je moeder over die omgangsregeling. Ik mis je heel erg. Stuur me nog maar weer eens een tekening. Ik hang ze allemaal boven mijn bed. Dag, lieve jongen. Het allerbeste in het nieuwe jaar. Groeten van je vader, Willy. Not too sweet, hè? Not way. Is nee? Is... No. No, hè? No. Is goed, hè? From the little...